In 2018 is Nijmegen Green Capital of Europe, maar de gelukkige voor 2019 is ook al bekend. Oslo mag dan een jaar lang deze titel dragen. Wethouder Tiemens was ook aanwezig bij de verkiezing in Essen. De award wordt jaarlijks uitgereikt door de Europese Commissie en met deze titel wil Europa klimaatinspanningen van steden belonen en stimuleren. 26 Nijmeegse evenementen gaan samenwerken aan verduurzaming. Om deze samenwerking vast te leggen, ondertekenen ze het convenant Duurzame Evenementen tijdens Festival Music Meeting. Ze willen bijvoorbeeld minder afval produceren en minder CO2 uitstoten. De Vierdaagse Feesten en Oranjepop zijn twee van de festivals die het convenant vrijdagmiddag hebben ondertekend. Bij elk evenement wordt dit jaar gekeken naar hoeveel impact het heeft op het milieu.